vandaag heb ik echt een superleuke video voor jullie, want ik ga hier een serie van maken. Veel eten, maar niet aankomen. Ik hou van deze video's, want heel vaak wanneer je op dieet bent, zie je allemaal lekkere dingen. En juist dan wil je gaan snacken. En dan heb je zoiets van, oh my god, ik mag het niet. Maar wat als ik je nou zeg dat je wel mag snacken, maar juist de gezonde dingen moet gaan snacken. Gezond, nou weet ik niet. Daar zijn eigenlijk de meningen over verdeeld. Het is lage calorieën, laat ik het zo zeggen. Sommige dingen zitten wel aspartaan in en zo. Maar dat is de keuze die je zelf moet overwegen om te maken. Ik hou af en toe van snacken. Ik hou van lekkere dingen eten. Dus ja... Ik heb hier echt heel veel aan gehad. Nu nog steeds, want ik ben weer back in shape. Dus we gaan er weer gewoon voor. Veel eten, maar niet aankomen. Natuurlijk is het allemaal wel in proporties. Dus als ik een product heb laten zien, ga er niet 10 van eten. Want dan is het alweer uit balans. En dan is de verhouding alweer helemaal weg. Doe het, snap het, smart. Dus ik heb hier, ik denk zo'n 5 dingen verzameld. Allemaal kunt eten en die heel laag in calorieën zijn. Sommige dingen kan je gewoon in de winkel kopen. En sommige dingen kan je ook thuis maken. Maar ook in de winkel kopen. Maar ik heb ervoor gekozen, omdat het quarantaine is, om het thuis te gaan maken. Vind je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven. En te abonneren door hieronder te klikken. En ik heb nog een video van dit gemaakt. Veel eten maar niet aankomen. Die zou ik hier of daar in het i'tje linken. Dan kan je daar ook op klikken. En daar vind je ook heel veel food swaps. Ik ga ze maar food swaps noemen inderdaad. Heel veel food swaps die je kan gebruiken. Of toepassen in je huidige dieet. Waar minder calorieën in zitten. Oké, let's start this video. Ik heb voor vandaag gekozen tussen een bruine bol en de dunne maiswafels. Voor degenen die mijn vlogs bekijken weten dat de dunne maiswafels echt mijn favoriet zijn. Ik vervang ze altijd door brood. Begrijp me niet verkeerd, brood is natuurlijk ook heel lekker. Maar als ik moest kiezen tussen 2 als ik aan het afvallen ben, zou ik voor de maiswafels gaan. En waarom? Omdat in de maiscracker zitten maar 95 calorieën. En in het brood, het bolletje, 110 calorieën. Je zou denken dat is niet zo heel veel. Is het ook niet. Maar in de maiscracker zitten wel 5 crackers en het bruine bolletje heb je er maar 1 van. En ik heb altijd, als mijn hersenen denken dat ik meer eet, dan eet ik ook meer. Ja, het is heel raar, maar that's true. En als tweede food swap heb ik gekozen voor een Oppo-ijsje en een Magnum-ijsje. Ik meen het echt serieus, de Oppo is precies hetzelfde als de Magnum. Hij is super lekker, hij heeft ook amandelen erin. Het is gewoon awesome. Hij is echt lekker. Dit is echt van een van mijn favorieten geworden nu. En oké, hou je vast. Tromgeroffel, in een Oppo-ijs zitten maar, hou je vast, 120 calorieën. Nou, ik vind dat echt heel erg weinig voor het hele ijsje, by the way. En een Magnum, die heeft gewoon 285 calorieën. Nou, dat scheelt gewoon echt een hele hoop. En je kan daardoor lekker van je ijsje genieten, zonder dat je heel hoog in je calorieën meteen zit voor die dag. Dus vandaar dat ik deze food swaps ook met jullie wilde delen. Want ik weet, diëten is al moeilijk genoeg, dus laten we het gewoon makkelijk houden. Ik ben aangekomen bij mijn derde food swap en ik heb gekozen voor een iced café. Iced koffie, super lekker. Echt mijn verslaving, vooral als het warm wordt. En ja, het is gewoon awesome. Hier heb ik cacaopoeder gebruikt, want ik hou van de chocolade flavor. Ik maak meerdere porties, dus als ik het alleen voor mezelf maak, zou ik 1 eetlepel cacaopoeder doen. Want 1 eetlepel cacaopoeder is ongeveer 15 gram en er zit 55 calorieën in. En de amandelmelk die ik gebruik is ongeveer 125 milliliter en dat is dan 16 calorieën. En in koffie, gewoon zwart, zit helemaal niks. En wat we dan gaan doen is de cacao met water mengen, zodat dat goed oplost en dat je echt een smeuïge, mooie, bruine substantie krijgt. En het enige wat je dan nog hoeft te doen is je koffie zetten. Ik heb het hier even in een kopje gedaan. Meestal doe ik het gewoon meteen eronder knallen met het ijs en zo. Maar voor nu heb ik het even zo gedaan. En aan de linkerkant zie je dan mijn cacao oplossing poeder ding. I don't know how to call it. I'm sorry. Yes, en nu komt het spannende moment. Want ik heb nu mijn glas met ijs gedaan en nu gaan we alles mengen. Je kan natuurlijk de hoeveelheden zelf een beetje aanpassen wat je wil. Ik hou wel van een sterkere koffiesmaak. Ik drink overigens altijd decaf koffie. Dus ja... Ik vind dat gewoon lekkerder. Ik hoef niet echt de cafeïne te hebben. En wat minder melk. Maar ja, je kan natuurlijk ook veel meer melk doen en minder koffie of de cacao weglaten, wat je zelf lekker vindt. Maar in ieder geval, probeer het en you will love it.
voedselswap nummer 4 hebben we wel iets meer geduld nodig. Want we gaan daadwerkelijk echt wat maken nu. Ik weet, als je chips pakt uit de zak is het heel snel. Maar er zit wat meer calorieën in. Want in het naturel chips voor 40 gram, dat is één schaaltje, zijn 216 calorieën. En in wortelchips zit natuurlijk veel minder, want een wortel van ongeveer 20 gram heeft maar 6 calorieën. Dat is echt heel erg weinig. En je kan zelf kruiden wat je wil. Ik heb ervoor gekozen om met zout, peper en paprika poeder en nog iets van geroosterde paprika poeder. Niet te veel, want anders neemt die smaak het heel erg over en is het echt niet meer lekker. En ik had hem gewoon op 210 graden gedaan in de oven voor ongeveer een kwartier tot een half uur, af en toe wel even draaien. En dan heb je echt heerlijke chippies. Nou, en deze voedselswap is zo verrassend lekker. Ik begrijp niet verkeerd, hè. Ik ging dit filmen en ik dacht, hey, misschien is het een leuk idee om dat te doen. Laten we proeven hoe dat smaakt en dan ga ik het meteen filmen. Ik wist nog niet eens toen ik dit aan het doen was, dat ik dacht van, oh, dit gaat lekker worden. Het kon of heel lekker worden of heel vies worden. Nou, ik vond het dus heel erg lekker. Ik hou sowieso van komkommer met zout ook als tussendoor. Vind ik sowieso wel lekker. En kaas is ook wat zout van zelf, dus het is echt, echt hemels. Wat je gaat doen, is hem schillen. Nou, je kan ook de schilder oplaten, maar ik vind hem als de schilder af is lekkerder. En wat je dan doet, is hem doormidden snijden. En je moet wel even het vruchtvlees eruit halen. Want ik had hem ook geprobeerd met vruchtvlees en dan wordt het heel erg waterig. En dat vond ik echt niet lekker in mijn mond. De smaak is dan misschien wel lekker, maar de constructie wat dan in je mond gaat, is echt dat je denkt, nee, dat wil ik niet. Oké, maar wat ik dus heb gedaan, is een kaas erin en het dopje weer erop. En dan krijg je een soort van sandwich-achtig iets. En zo ben ik hem dus eigenlijk gaan opeten. En ik was echt wel blij verrast. Het ziet er een beetje raar uit. Ik weet, je moet even denken aan het idee dat een wortel of dat een komkommer met kaas, dat dat een ding kan zijn. Maar dat kan echt samen een ding zijn, want het is echt lekker. Ik heb er echt van genoten. Die moet je echt gewoon een keer als tussendoor break doen. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door jullie hieronder te klikken. En ik hoop dat je er al wat aan hebt. Zoals ik al zei, dit is een serie. Volgende week komt er weer eentje online om 1600 uur. Dus note it in your agenda. Op dinsdag op 1600 uur. Een nieuwe video van mij. Weer veel eten maar niet aankomen. En op vrijdag gewoon weer de weekvlog. En hier of daar in het i'tje heb ik een andere aflevering die ik al eerder heb gefilmd. Over veel eten en niet aankomen. En die zou ik dus één van de twee. Daar wordt die ingelinkt. En dan kan je opklikken en dan kan je nog meer kijken. En natuurlijk ook heel veel andere dingen over voeding en wel. Dus dat. Doei doeg! Your friends want you. Every time I call, I know, you know, I've done nothing wrong. You can't help but try to write me off. You won't let me have it all.